De 8e editie van de Museumnacht, die afgelopen zaterdag plaatsvond, trok wederom een groot aantal bezoekers. Het publiek kreeg de gelegenheid om deze avond gratis diverse musea te verkennen. Veel musea in het centrum van de stad waren tot in de late uurtjes goed bezocht. Een camerateam van de nieuwsdienst bracht in de vooravond een bezoek aan het Surinaams Rumhuis, waar Astrea van Nette vertelde dat bezoekers konden deelnemen aan een workshop waarin ze leerden hoe ze rum konden maken. Dus we hebben een van onze rum, dat is dus de Blackhead rum, een van de oudste rum die we hebben. En hier onze eigen masterblender, dat is mevrouw Rika Wiria Besari, enige vrouwelijke masterblender in Suriname. Zij is nu bezig dus de mensen te wijzen hoe je onder andere Blackhead leert maken. Dus echt alle ingrediënten die je nodig hebt om zo'n heerlijke rum te maken. Ze krijgen dat in een miniatuurflesje van 50 ml die ze dan naar huis mogen meenemen. We hebben daarnaast ook een cocktail workshop, we hebben ook nog een mini-tour. We hebben een rum tasting. Deze editie van de Museumnacht werd verrijkt met een museumdag die gisteren plaatsvond. Bezoekers kregen de kans om museale instellingen in de verschillende districten te verkennen. De organisatie streeft ernaar om elk jaar iets nieuws te bieden, zodat het publiek telkens een unieke ervaring kan beleven tijdens de Museumnacht.